Niet alleen lege straten, maar ook lege bouwplaatsen in de stad. Volgens Bouwend Nederland gaat het werk over het algemeen wel door, maar zorgt de coronacrisis voor een aantal acute problemen. Het eerste is dat een aantal buitenlandse werknemers vertrekt. Dus Polen die gaan naar Polen terug en noem maar op. Dus dat betekent dat de capaciteit in de bouwplaats minder is. De tweede is, we zien wat problemen bij de aanvoer van bouwmaterialen. En dus vroeg vandaag het Economisch Instituut voor de Bouw het kabinet al om een woonfonds met daarin een miljard euro. Maar er ging vanuit Bouwend Nederland ook een brief naar de gemeente. Met het verzoek om werkzaamheden door te laten lopen. Dus ook zorgen dat ambtenaren beschikbaar zijn om bijvoorbeeld toezicht te houden en te schouwen. B, we willen graag dat werkzaamheden naar voren worden getrokken. Op dit moment is het natuurlijk heel rustig in de stad. Dus met name als je denkt aan werkzaamheden aan de weg, die kunnen nu prima uitgevoerd worden. Geen files en zo, want er zijn heel weinig auto's op de weg, dus dan kun je nu prima werken. En de derde wat we gevraagd hebben is om toekomstige opdrachten ook nog wel in de markt te zetten. Dus nu ook nog bezig te zijn met tenders om te voorkomen dat over een maand of drie, als deze crisis hopelijk voorbij is, er dan geen werk meer is. Een brief die gelezen is, maar of hij daarna niet verscheurd is. Nee, maar even nogmaals. Laten we niet nu gaan lobbyen voor allemaal onze eigen belangen. We willen dat er gewoon doorgebouwd gaat worden. En ik zie van allerlei organisaties op dit moment lobbybrieven langskomen. En dat vind ik eigenlijk, dat is te vroeg. Volgens de SP-wethouder hebben de bouwers het personeelsgebrek over zichzelf afgeroepen door jarenlang voor goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa te kiezen. Dus we hebben hier een serieus probleem. Een serieus probleem wat veroorzaakt is dat er jarenlang gepoogd is om zoveel mogelijk te kunnen verdienen aan de bouw. Ja, nu zijn het eventjes de mindere jaren. En dan moeten we kijken hoe komen we daar zo goed mogelijk doorheen. Maar als u er samen doorheen wilt, dan is de manier waarop u nu ook toch wel met de vinger naar de bouwers wijst niet echt een constructief begin misschien. Nee, wij zijn juist heel constructief in gesprek. Daarom was ik als verrast door de lobbybrief van de bouwers. Want die lijken dus opeens te verwijzen naar de gemeente. Terwijl we gewoon continu in een overleg al zaten met bouwers om vooral nu aan de slag te zijn. Want volgens de wethouder gaat de uitgifte van nieuwe bouwvergunningen en nieuwe bouwtenders, ondanks wat coronavertraging, gewoon door.